Aletta Jacobs komt voor in het verhaal van Ipkje. Ipkje die gaat, is zwanger, komt onder verschrikkelijke omstandigheden, armoedige omstandigheden, wordt ze opgevangen en dan moet ze die bevalling afwachten. En het gaat niet goed met Ipkje. En dan wordt ze door een van de andere meisjes die in dat huis zitten meegenomen naar een dokter, een vrouw, die gratis hulp, medische hulp biedt. Dus Ipkje komt op het spreekuur bij Aletta Jacobs. En uiteindelijk is ook Aletta Jacobs degene die helpt bij de geboorte van haar kind. En wij wilden echt een meisje van 16. En toen ben ik gaan zoeken. En toen hebben we een boekje van Aletta Jacobs gevonden, niet zo bekend. Eén uit velen. En daarin vertelt ze over een jonge vrouw in haar praktijk. En die heeft meegemaakt wat Ipkje in ons boek eigenlijk meemaakt. Dus zij is de basis geworden uiteindelijk van het verhaal. Aletta Jacobs is een meisje uit een groot gezin. En ze leefde in de 19e eeuw. En ze wordt geboren in Sappemeer, een klein plaatsje. En zij weet eigenlijk al vrij snel dat ze door wil leren. En dat is bijzonder, want in die tijd ging er niet één meisje naar de middelbare school. Bestond gewoon niet. Studeren al helemaal niet. Maar Aletta Jacobs krijgt het met veel moeite voor elkaar om toch als eerste meisje een middelbare schooldiploma te halen. En ook om als eerste meisje te gaan studeren. En ze wordt de eerste vrouwelijke arts van Nederland. Dus dat is natuurlijk wel echt heel bijzonder. En ze is daarmee een heel groot voorbeeld voor vrouwen na haar. En ze heeft zich ook erg ingezet voor vrouwenkiesrecht. Ze heeft zich ingezet voor betere arbeidsvoorwaarden voor vrouwen. En ze heeft zich ook ingezet voor een betere gezondheidszorg voor vrouwen. En ook voor voorbehoedsmiddelen van arbeidersvrouwen die al 11 kinderen kregen, volledig lichamelijk uitgeput waren. En zij bracht ze in contact voor het eerst met voorbehoedsmiddelen. Dus dat is wel een heel bijzonder iemand. Nou, in het boek is mijn hoofdpersoon Berbe, die verhuist van Friesland naar Amsterdam en komt te wonen in de Tichelstraat in de Jordaan. Waar Aletta Jacobs een spreekuur heeft gehad, een gratis spreekuur heeft gehad voor arbeidersvrouwen. En van waaruit ze voorlichting gaf over hygiëne en zuigelingenzorg. En dat feit, dat ontdekt Berber. En zij raakt geïnteresseerd. Ze wil zelf misschien ook later iets geneeskunde studeren. Geschiedenis interesseert haar. Dus zij wil meer weten over Aletta Jacobs. Dat is in het boek eigenlijk de brug naar Aletta Jacobs. Ik vind dit wel weer bijzonder. En we hebben alweer plannen voor een nieuw boek. Zeker. Gaan we dat al vertellen? Nee, gaan we nog even niet vertellen. Nee, dat houden we nog even voor ons. Nee. Ja, nee, dat is nog te vers. Het is nog te onvolgroeid. Nee. Ja, maar het is nog te onvolgroeid om er echt iets over te zeggen. We weten het thema ongeveer, maar... Mag ik dat wel? Ja, dat heb ik al lang verteld. Ja, het is natuurlijk een geweldig mooi onderwerp. Ja.